helemaal goed. Can we get another cake here, by the way? Jij mag zeker een andere cake pakken. En Rusty? Ja, lekker. Die mag zeker ook een cake. En Nanaway? Ik wil ook wel een cake, maar ik ga hem nu nog niet eten. Zal ik maar van in de doos laten dan? Ja, doe maar. Kijk. Zo. Nou, die heb ik. Jammer dat je die niet op camera. Ja. Nou, we hebben allerlei verschillende soorten packs. Ik weet niet, zal ik zo een beetje gewoon husselen door elkaar? Ja joh, doe maar wel. Het is wel grappig, om dan, want meestal zetten ze bepaalde hoeveelheden goede kaarten ertussen. Soms heb je links heb je meer betere of rechts. Nou ja, dat verschilt nog wel eens. Dan moet ik een beetje door elkaar husselen en dan pakken we de 17e pack. Ga jij openen. Een beetje gedoe, want het zijn niet echt de kaarten. Echt een heel gedoe, maar dan heb je ook wat. Ik doe hem lekker zo. Dan hebben we de eerste pack. Spannend. Laten we hopen op wat goed. Starlight Rare willen we. Oké, even kijken. Stellar Knight, Constellar Diamond. Puppet Rook. Sprite Smashers. Eurobonus, The Avatar of Malice. Dideran. Dit is een beetje het kist van Yu-Gi-Oh! Ze hebben altijd van die onmogelijke namen. Dideratant. Ooze Giant. Nou, dat is geen Prismatic Rare, maar is wel oké. Okay. Stellar Knight, bijna Starlight. Ja, we moeten Starlight Rare hebben. Dat is het beste. Dezelfde slang die we net hadden, de Avatar of Malice. Final Cross. Former Pel Barrow Karibo, die kan in mijn Karibo set. Zeraland Dark Palace. No Punk Foxy Tune. Ja, ja. Dat is wel zo'n Foxy. Karibo Bach, inderdaad. Nou, dit is weer een volgende. We zitten op pack 3. Viper's Grudge. Black Mamba. Spiral Quick Fix, dat is een redelijk goede kaart volgens mij voor competitive. In ieder geval, ik heb wel eens decks gezien die deze spelen. Bukiyu Punk Sharakusai. Synchro Zone, nou die is shit. Dat weet ik 100% zeker. Nou, Jordi confirmed het, Quick Fix is inderdaad goeie. Kijk, dit soort kaarten zijn beter. Die kan je wat makkelijker uitspreken. Lamia. Celestial Apparatus Tessia. Don't Slip the Dogs of War. Okay. Black Mamba. Terraforming. Nice. Zo'n old school kaart. Daar worden we blij van. Dat is nummer 5. Protection of the Elements. No Punk Zermin. Nog een Spiral Quick Fix. Photon Vanisher. Medolchi Queen Tiramisu. Die is wat voor Jordi. Toch Jordi? Als dat 25th anniversary was geweest, had je €50 gehad voor Quick Fix. Damn. Dat is wel sad. Volgens mij is die tiramisu wel wat waard. Mijn dolce. Volgens mij een paar euro of zo. Misschien net een tientje. Thunder Discharge.
Oh goed. Ghost, Wyvern, The Underworld Dragon. Baby Spider. Don't Slip the Dogs of War. No Punk, Foxy Tune. 25th anniversary voor mijn Dolce was 62. Common is maar 33 cent. Maar dit was geen common, hè? Nee, dit is een oldschool. Macrocosmos. Thunder Discharge. Promotion. Volcanic Shell. Oeh, Super Poly. Is ook wel nice. Foxy Tune is 3,73. Dus je komt al binnen, ja. Hoeveel was dit ook weer? 70 euro. Kut. Dan moet ik nog aardig wat gaan openen. Heeft iemand trouwens verder bijgehouden hoe ver we zijn? Nee. Ik denk dat we op 7 zitten. Dit is pakketje 17. Nou, dan kan jij die alvast aanpakken van Milan. Als je die nou als laatste doet, dan hoef je niet op te gaan switchen, zeg maar, waar je zit al pas op het laatst. Ah ja, dat is wel echt slim. Ja, dat is inderdaad wel slim. Super Polly is 4,59, dus je hebt net een tientje. Nice. Ukiyo Punk Sharakusai. MathMag Equation. Of Equation. Numbers Last Hope. Aratama. Battlefield Tragedy. Ik denk tot nu toe Super Poly is het de beste die ik heb gehad. Ja? Ja. Ook qua prijzen te zien. Punk Dear Note, Bestial Baldrake, Final Cross, Baby Spider, Dante, Traveler of the Burning Abyss. Is dat niet Dante van de Devil May Cry series, Jordi? Ik geloof dat dat Dante is. Is dit zo'n Sandring kaarting? Zeker, een. A Sage of Strength. Akash. Nice. Crying Mantis. Hetzelfde idee, ja. Okay. Dimensional Fissure is ook zo'n oldschool kaart. Sakitama. Nog een keer Battlefield Tragedy. Nou, deze wil ik niet meer zien. Die is niet leuk. Waar is dit ook weer voor? Nou, dit is niet voor een speciaal deck of wat dan ook. Niet voor een archetype. 25th century zijn de duurste. Laat wel weten wanneer je een secret rare pull. Oké, is goed. Oeh, deze is wel vet. Ook al is hij niet super rare. Ghost Fusion. Eurobonus, The Avatar of Malice. Xyz Bento, Performer Pal Baroque Rebo, Elemental Hero Flame Wingman Infernal Rage. Deze heb ik al twee keer. Ik heb deze al een keertje geopend, deze boosterbox. Ik moet even scherp stellen. Hij heeft er geen zin in. Hij heeft er niet zoveel zin in. Ah, daar is hij. Ja. Dit is wel wat waard, toch Jordi? 1,25 euro. Yes, let's go. Money in the making. Ja, zit al op 11 euro. Yes. Nou ja, waarschijnlijk bedoelt hij met die prijzen dollar. Want hij kijkt denk ik ook TCG player. Ah, oh, dat kan natuurlijk ook. Hey, dit is weer een andere. Performer Pal Classic Rebo. Sakitama. E-Hero levert niet veel op. Nee, dat dacht ik
Promotion. Oh, kut. Die hebben we hem al gezien. No Punk, Dear Note. En Danger Nessie. Nessie is denk ik ook misschien een eurotje waard of een dollar. Maar we hebben nog helemaal geen Prismatic. Dat is wel echt heel kut. 1,18. Dus we zitten op 12 ongeveer. Zoiets. Kijken. No Punk Zedman. Final Cross. Oh damn. Nou, die moeten we misschien dan. Nou ja, ik wil wat duurder hebben. Photon Vanisher. Sage of Strength Akash. Punk levert het meeste op over het algemeen. Oké. Okay. Nog een Dolce Queen Tiramisu. Nou, het gaat niet echt lekker, Milan. Nee. We hebben nu $12 ongeveer. Dan wordt het tijd voor de allerbeste kaart uit de set. Nou, die moeten we nu wel even kijken. Krijgen omhand. Of misschien heeft Mike hem gewoon in zijn handen. Ja, dat kan ook. Zeralam, The Dark Palace. Performer Pal Odd Eyes Butler. Celestial Apparatus Tessia. Don't Slip the Dogs of War. Oeh. Ukiyo Punk Amazing Dragon. Deze is wel heel ziek. Maar die zal niet super veel waard zijn. Maar ik wil hem eigenlijk wel sleeven deze. Want deze ziet er echt heel vet uit. En dan heb ik ook wat aan mijn Dark Magician Girl sleeves. Alleen open ziet die is $26 cent waard. Dat maakt me niet uit. Deze gaat in mijn map. Dankjewel. Alsjeblieft. Of, ik zeg het verkeerd. Dankjewel. Alsjeblieft. Nee. Even kijken hoor. Oh, ik moet deze even opnemen. Het is bevallig. Ja, is goed. Hey, pap. Zo. Ja, ik altijd, weet je toch? Ik altijd, weet je toch? Hij is heel ziek. Heel ja. Veel sterretjes. Heel veel sterretjes. Echt, dat weet je toch? Nee, volgens mij niet. Hoezo? Het kartje op opponent to the number of level 3. Oh, dit bezit ik ben niet thuis. En in your graveyard return. Oh, dat is wel een redelijk goede effect. En ik target one in your graveyard accept. Ja, ik wel joh. Ja, hij is wel redelijk goed, denk ik. Nice. Voor het deck ja, wat je gebruikt, dan komt hij wel. Kijk. Natuurlijk heeft hij girl sleeves. Ja, inderdaad. Ik ga zitten aan maken voor het weekend. Er is ook geen andere versie, dus enige die je hiervoor kan krijgen. Ah. Oké, moet. Hier zat heel veel lucht in. Dus ik denk niet dat deze goed is. Ja. Ja, dan is het in ieder geval een fijn weekendje weg. Even kijken, Baby Spider. Ja, dan. Wow, Sanderkaart. Rose Shaman. Deze moet ik zo meteen aan Mike laten zien. Additional Mirror level 7. Arms Generation. Oeh, what the fuck? Deze geniet ook eens. Ja. Nee, dat komt goed af. Maat. Ik ben gewoon gescamd. Dat is goed zo, dan hebben we zondag wel lekkers. Is goed dan. Yo. Hex cheater. En Mike, ik open de volgende pack, heb ik hem nog een keer. Wauw. Oh, en dit is een Sandering kaart. Ja, absoluut. Ja, ja absoluut. Heroes Shaman. Gaan we weer op de stapel. Pot voor 3, gewoon twee keer dezelfde. En het is niet eens een hele goede. Nou, als in duur. Dat hij heel veel oplevert. Even kijken. Oeh, Blackwing kaart. Daar worden we blij van. Het wordt alleen lastig om te lezen. Blackwing Sharnga, The Waning Moon. Tuurlijk.
Ghost Sleeper, The Underworld Princess. Deze wordt volgens mij in van die skeletdecks gebruikt. Die heeft Jordi ook in die progressieserie tegen mij gebruikt. Deze kaart niet per se, maar Link, Decoder, Sage of Wisdom, Himmel, Armed Neos. Dit is ook wel een vette. Mm-hmm. Deze wil ik ook wel. What's the price, Jordi? Hoeveel levert Armed Neos op? Ik denk ook wel een dollar of zo. Er zit een slukman maar heel vies aan te staan. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Kijk. 1,98 voor Secret Rare. Ja, dit is een Secret Rare. Nice. En de 25th Anniversary versie die levert minstens $100 op of zo. Misschien wel. Aratama, Guard Mantis, 4512 levert de Prismatic Rare. Oké. Okay. Ghost Lancer, de Underworld Spearman, die vond ik wel redelijk vet. Ghost Fusion en Kanonnen. Dit is al de derde keer dat ik tiramisu heb. Ik wil geen tiramisu meer. De vloek of de Jordi. Ja, holy crap. Dit is toch niet normaal meer. We hebben een playset. Ja, maar gebruik je in een Madolchi deck 3 keer tiramisu? I don't know, man. I don't know. Arms Regeneration. Oh, ja. Aratama. Ja, nu krijgen we alleen maar herhaling. Ghost Sleeper, The Underworld Princess. Ghost Lancer, The Underworld Spearman. Niks vroeg. Gisteren was ik er ook niet en waren mijn pools ook rap. Pure Madolchi. Ja, dan 3. Oké. Okay. En Terraforming. Nou, dan hebben we nog een keer Terraforming. Dat is wel nice. Maar dat levert ook niet zo heel veel. Helaas. Pindakaas. Peanut buttering. Nou, dan moet Mike wel de echt beste pack hebben hoor. Het kan bijna niet anders. Als ik alleen maar pure crap tot nu toe heb gepoeld. Kijk. Caddy Corn. Dat is voor Paddy, die is van de Corn Bean. Alle druk op Mike, zoals het hoort. Inderdaad. Bestial Beldrake. Ja, dan komt dat op jou voor. Zeker. Ja, maar ik weet waar Jordi het over heeft, dat is nog het ergste. Oh jee. Oh, dit zal weer terugkomen een keertje. Ja, dit komt nog een keer ergens in de video voor, dus. Oh god. Sage of Wisdom, Himmel. Additional Mirror level 7. En Shadows Light. Nou, weer geen Prismatic. Waar is die Prismatic? Jongens. Hoort er een in te zetten of? Er is een kans dat het erin zit. En die leveren echt moker veel op. Daar zijn we naar op zoek. De Kuribo, hè? Ja, de Barro Kuribo, als hij wil scherp stellen. Misschien niet zo. Hallo? Je moet even je hand voor houden, gewoon. Totdat hij scherp staat op je hand. Hebbes. Baldrake, 70 cent. Nice. Number 72, Shogi Rook. We hebben een nummerkaart. Guard Mantis. Performer Pel. Old Eyes Valet. Zelfs de goedkoopste Prismatic is $21. RGB Rainbow Illusion. Ik wilde bijna zeggen deze is Prismatic, maar deze is niet Prismatic. Oh, 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 oh. Waar gaat het toch heen? We hebben nog maar 4 packs. Als je die van Mike erbij telt. Bij mij in ieder geval ga ik wel de technieken doen. Wel getelde technieken. De snuif dan. Ja, de snuif en de slap. Sage of Wisdom, Himmel. Final Cross. Mathmac Equation. Lamia. RGB kan je ook niet Prismatic krijgen, dus daar is geen verwarring over. Oké. Okay. Dit is die eerste die we hadden. Daidaran. Daratante, de Ooze Giant. Ja, die. Ja, die ene Ooze Giant. Nou, pot voor 3.
Ik denk dat dit een miskoop is, jongens. En ik heb nog zo'n pack gewisseld voor dit. Zo'n box, omdat ze die niet meer hadden. Dan verwacht ik, nou, dan compenseren ze het wel mooi, maar dat valt vies tegen. Aratama, Black Mamba, Sakitama, Sprite Smashers, Shadows Light. Ooze is 11. Ja, oké, nou dit is de laatste, dan gaan we hoor. 1, 2, slap. Nee, dat was geen goede slap, we moeten even op de maincam. Slap. Oké, en dan maken we een gaatje. Bovenin. Dat is een beetje lastig. Als ik wat langere nagels had, dan vond ik dat makkelijker. Spannend. Halen we de 15 euro? Ja, dat is de vraag. Oké, ik heb hem. 1, 2. Ah! Ja, ook nog even een wifi. Zo, dit moet hem zijn, jongens. Dit moet hem zijn. Anders pak ik mijn biezen direct naast. Pak die hele opening. Dat klopt inderdaad, Jordi. Nando is gestoord. Zit IP Mascarena? Ja, dat hoop ik. Dat is een van de waardevolle. Even kijken. Puppet Rook. Performer Pal Classic Rebo. Lamia. Promotion. Tri-Edge Master. Dit is niet prismatic. God damn it. Ik ben teleurgesteld. Sorry. Ik ben heel teleurgesteld. Nu Rusty's back. Nu is het Rusty's beurt. Rusty, laat me zien wat je in huis hebt. Oh, ik stoot tegen de mic aan. Rusty gaat even laten zien hoe het moet. Ja, ik hoop het. Hoe maak je zo'n pakje eigenlijk goed open? Want dat weet ik nooit. De laatste keer dat ik het deel had, ik een kaart erbij gescheurd. Dus, maar er zit ruimte tussen. Dus ik pak meestal de bovenkant en dan scheur ik hem zo open. Zo, dan kan je hem er zo uitpakken. Ja, maar goed. Dat wordt maar misschien meteen goed. Oh, die heb ik al een keer gehad. Oh, die heb je al gehad? Ja. Nou. Ik heb zware dyslexie, dus dit kan even duren. Ghost Wyvern, The Underworld Dragon. Juist. Dimensional Figure. Don't Slap, The Dogs of War. Nou, deze heb ik volgens mij ook al vaker gezien. Echt heel vaak. Performer Pal Barrow Karibo. Ja. Nog een trap? Nee! Nee! So sad. Oh, ik had nog zo'n goede hoop. Ja. Dit is niet jouw schuld, Mike. Nee, dit is... Dit is gewoon de schuld van die winkel. Ik ga ze aanklagen. En gelijk heb je. Gerecht. Het moet gewoon goed... Inderdaad, ik moet goede packs hebben. Ik ga ze voor de recht slepen. Advocaat wordt gebeld, jongens. Dit kan niet. Hier komt de procedure van. 100%. Ja, dit is niet normaal meer.